We hebben nog twee finalisten te gaan. En dat is deze man. China heeft twee ijzers in het vuur. Zhang Chenglong. Hij is expert op de brug en aan de rekstok. Straks de concurrent van Epke Zonderland. De heersend wereldkampioen aan de rekstok. Maar nu zijn we met de brugfinale. Kijk, het is knap wat hij hier doet. Stut met halve draai. Reuzendraai. Met hele draai. Diamidov draai. Gelijk de vooropzet. Grote voorzwaai. Salto voorwaarts. Plaatst zich als derde voor deze finale. Met een moeilijkheidsgraad van 6,5 punt. En daar gaat hij. Oi, oi, oi. Ja. En dat oi, 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 dat is die landing. Want hij zat heel diep met zijn schouders. Zelfs onder zijn heupen. Ja, en dan nog een hupje erbij. Dan ben je toch een halve punt kwijt in de landing. Dus hier zal het, naar mijn gevoel, geen medaille worden voor Zhang. Hij krijgt natuurlijk de felicitaties en het respect van alle anderen in deze finale. Want zo gaan turners en coaches met elkaar om. Van de bovenaanzicht kun je goed zien de bewegelijkheid van die liggers. De veerkracht ook. En die moet je ook benutten. Die moet je gebruiken. Maar toch elke keer als je met je bovenarmen uit een salto erop valt. Nou, ik kan u garanderen. Dat is best gevoelig. Kijk hoe diep hij met zit met zijn schouders op kniehoogte. Ja, en daar krijg je gewoon veel aftrek voor. Want ja, de ideale landing is met een nagenoeg gestrekt lichaam. En alles wat daarvan afwijkt, leidt tot aftrekpunten. En dat zien we dan ook 9.033, maar wel 15.533. Mede door zijn hoge moeilijkheidsgraad van 6,5 punt. En daarmee staat hij op een gedeeld tweede plek met de Griek Solakidis. Dus de Amerikaan leidt nog steeds. Deze man. De man die hem in december...